Ik deed dat gewoon uit ambitie voor het voetbal. Je had zoiets van: oké, okay, Ajax wilt u? Ja. Kom misschien naar andere goede clubs. Maar als Ajax u wilt als jeugdspeler, ja, dan eigenlijk waarom twijfelen? Wagwan mensen, welkom bij episode 17 van de EK-show van Koelkast Sport. De EK-show waar we elke speeldag één of meerdere wedstrijden volgen met host en guest. Vandaag ben ik met Andy Kisema, Brian Soares en Tom de Mul. Hey Tom, <laughs> bedankt om hier te zijn. Um, ik was even aan het kijken. Ex-Beerschot, Ajax, Genk, Standaard, Sevilla. Niet in die volgorde. Even Vitesse. Klopt. Ja. Wat is de club die het meest je hart heeft? Ajax toch wel, denk ik. Ja. Omdat ik daar eh, op mijn zestiende ben gaan spelen. Dat is toch wel een belangrijke periode geweest. Ja. En wat is er zo speciaal aan Ajax? De club, de supporters, de stad? Alles een beetje. Ajax heeft sowieso jeugdopleiding en het ze u bijbrengen als, als jonge speler is, is uniek daarom blijft dat wel uh, een beetje zo de club van uw hart plus dat was voor mij ook een periode met heel veel, uh, heel veel vrienden gemaakt daar uh, een periode tussen 16 en 20 jaar is toch wel uh, iets dat je voor altijd bij blijft ja. zouden jullie twee ik weet niet op welk jaar Brian dat je, op welke leeftijd dat jij bent vertrokken uit België mm -hmm. En voor Andy dan de vraag. Zou jij dat kunnen op je zestiende zeggen van hé, hey, ik laat familie achter en ik ga naar het buitenland? Ik was vijftien, dus het um, was heel moeilijk, die stap. Uh, omdat je je familie achterlaat, uh, je, je comfortzone. Maar dat heeft mij als een persoon wel laten groeien op een matuur vlak. Dat lijkt misschien niet zo voor de camera, maar dat heeft mij wel <laughs> heel veel uh, laten groeien als persoon. En ook als uh, voetballer leer een andere cultuur kennen. Dus uh, en ja, Je leert ook mensen kennen die je daarna... Voor de rest van je leven gaan blijven hebben? Ik zou zeggen, voor mij, de mindset die ik toen had, niet. Ik zou niet weg zijn gegaan. De mindset die ik nu, nu heb, sowieso wel. En, en waarom ook nu, nu wel? ook? nu wel, omdat ik zoiets heb van. <coughs> ik ga nu zelf en ik ben zelf nu ook gewoon meer allee, in het buitenland dan eigenlijk hier. Of ik, ik ga veel meer mee, mee, met mensen van een andere ander cultuur en zo. En zoals ik denk, jullie het ook hebben, jullie leren gewoon veel meer bij dan het voetbal zelf of zo, snap je? Je hebt gewoon een hele levenslis. en er zijn dingen die gewoon kaart bij blijven. En uh, ik vind dat sowieso ook sterk gewoon van jullie twee, snap je? Hebt op jonge leeftijd eigenlijk. Je, je hebt niks, hè? je hebt niks van bagage en je bent dus gewoon van, kijk, weet ik ga mijn droom achterna en ik ben weg. En ja, man, dus echt eigenlijk chapeau naar jullie twee gewoon al gewoon voor die stap al, hè? weet je? Is niet makkelijk denk ik ook. Oké, okay, ja, je gaat je droom achterna, maar Eenmaal dat je er bent, ik denk dat de hij super sterk, soms niet. Ja, je maakt die keuze eigenlijk zonder echt na te denken over voilà. wat dat echt is. Ik deed dat gewoon uit ambitie voor het voetbal. Je had zoiets van oké, okay, Ajax wilt u, ja. kom misschien naar andere goede clubs, maar als Ajax u wilt als jeugdspeler, ja, dan eigenlijk waarom twijfelen. Je denkt niet na van wat dat allemaal met zich meebrengt, mm. maar achteraf ben ik alleen maar blij. Andere culturen, andere manier hoe mensen dingen zien, dat is ja, super waardevol. Het gaat en... niet alleen om voetbal. Ik ga nog no. meer om het leren. En wanneer... Beseft je eigenlijk, hoe lang duurt dat voordat je beseft van ah shit. Ik, ik, ben, ik ben hier zonder ouders, misschien of ik ben hier op mijn eentje. Is dat heel snel of zet je eerst zoveel bezig met voetbal dat je daar niet echt op let? Dat, dat gaat vooral. En ik denk dat veel mensen dat wel zo ervaren. Als voetbal goed gaat, dan mis je eigenlijk weinig. Als voetbal tegen zit, dan begin je familie te missen, dan begin je soort van ja. te denken. Ik heb mijn vrienden niet, dit en dat. En daar gaan ook veel mensen de, de, ja, de fout in. Hè? Doordat ze een soort van als het minder gaat met voetbal. kunnen ze niet opbrengen meer opbrengen wat je wat er, wat ervoor moet opbrengen. Ja. En dan gaat het vaak naar beneden. En dat is het, dat is het moeilijke. Je moet doorbijten in die periode. En als je in uh, Nederland zat. was dat dan niet bij een gast gezien of echt bij de club zelf? Ja, gast gezien. Ja. Ja. En hoe is, hoe is het in elkaar? Ja, eigenlijk hebben wij toen. Uh, denk ik, dat is lang geleden, maar die mensen wel uh, bezocht. En eigenlijk stelt die gezinnen dan voor. Okay. En je hebt op zich wel een keuze. Je moet er wel een goed gevoel bij hebben, maar dat was bij mij wel uh, direct zo. Dat was, uh, was een beetje buiten Amsterdam, Vinkenveen, een hele mooie plek. En, uh, ik was ook met een andere speler, uh, die samen met mij is gegaan, van Beerschot. En dat was, uh, uh, was wel, was, uh, was wel ja. goed. Maar had dat echt u tegenhouden? moest die familie een beetje uh, moeilijk zijn? Op die leeftijd? Ja, je komt daar één keer, hè, om eerlijk te zijn. Ik was ook best jong. Ik weet dat niet, moeilijk ja. te zeggen. Ja. Ik had die zo van, ik ga daar ergens, dat boeit me niet. Ja, tuurlijk. De, de, ik ging voor het voetbal. Ja, zeker. Ja. Ja. Nu, na je carrière, hè, de overstap gemaakt naar makelaar. Denkt je dat dat helpt? Dat jij op jonge leeftijd al die dingen hebt meegemaakt. om nu ook tegen jongeren te zeggen: van misschien toch beter die beslissing te nemen of beter dat. En zijt je een voorstander van jonge spelers die naar het buitenland vertrekken? Of hangt dat van situatie tot situatie af? Ja, ik denk, ik ben daar niet per se tegen. Alleen moet het veel beter zijn dan wat je hier hebt eigenlijk. Of er moet een heel duidelijke reden zijn waarom je die keuze maakt. Ik denk niet van voor het financiële op die leeftijd moet je het niet doen. Wat ik wel snap is, en er zijn ook wel dingen die wel tegenkomen zijn, is dat spelers gewoon vast te komen zitten bij een club en daardoor inderdaad gaan overwegen om een stap ja. te maken op jonge leeftijd naar het buitenland. En dan kan dat denk ik een goede keuze zijn. En ook omgekeerd heb je dan gezien nu dat de, de Belgische voetballers populairder zijn geworden heb je ook het omgekeerde gezien dat clubs nu ook veel meer naar de jongeren komen vissen en veel sneller denken van ah we moeten die binnenhalen tegenover wanneer jij nog 16 17 was ja het Belgisch voetbal heeft natuurlijk een supergoeie evolutie gemaakt en, en het feit dat de nationale ploeg zo goed is is goed voor uh, voor de Belgische voetballer maar ik, heb, ik vind vooral dat er een, ook een andere mindset is bij, bij de jonge speler. Vroeger was, was de jonge speler misschien bescheiden en zoiets van oké, okay, ik wil een goede carrière maken in België. Nu, als je een top, toptalent bent, die durven dromen van uh -huh. Manchester United, die durven dromen van Manchester City. Ja. En ik denk dat deze generatie van Rode Duivels dat wel uh, mogelijk heeft gemaakt. Die, er is, was wel een soort van een... Ergens misschien ook... Heeft dat, dat heeft natuurlijk met kwaliteit te maken, maar ook een mentale barrière. Nederland die roepen altijd dat ze EK gaan winnen. En hun spelers spelen bij topclubs. Ja, waarom konden de Belgen dat niet en Dat ja. blijkt nu ook zo. Dus dat is, dat is wel een supergoeie ontwikkeling, denk ik. Nee, sowieso. Maar ik denk ook een ander land die ook een trend heeft meegemaakt is eigenlijk nu Engeland. Waar Engelse spelers nu beginnen naar het buitenland te vertrekken. Ook jong, weet je, Bellingham bij Dortmund, Sancho bij Dortmund, uh, Trippier die nu bij Atletico is gaan spelen. Ja. Um, denken jullie dat dat voor Engeland een pluspunt is? Dat zijn jongens nu ook... Ergens anders gaan Dan spelen, ander voetbal. Voor Engeland moest dat lang gebeuren. is dus eigenlijk, moet ik zeggen, de Engelse competitie, en ik denk dat ik niet verkeerd ben als ik dat zeg, de Premier League is goed, omdat er juist zoveel andere yeah. spelers zijn van andere landen. Maar de Engelse spelers gaan er, gaan er, niet, echt, gaan er niet echt bovenuit. Terwijl je dat bijvoorbeeld wel in, in, in een België hebt of in Nederland. Je hebt het de Nederlandse spelers of Belgische spelers, de meerderheid, die zegt wel... De Belgen die echt zo goed zijn, en die worden dan zo uitgepikt. En ik denk dat het probleem dan is ook, ja, je komt in een, in een ja, competitie terecht in Engeland, dan, dat zo top is dat zoveel geld heeft en zoveel investeringen doet, dat ze enkel topspelers willen. en het maakt niet uit van waar je komt. Waardoor de eigen spelers, allee, de, ja, laten we zeggen, de spelers van Engeland zelf, of zelfs rondom, elke klein beetje worden genegeerd. Ze zijn nieuws zijn ze allemaal terug een beetje aan het topbal Maar ik voor mij, dat moest alleen gebeuren van ja, weet je, als je ziet dat je in je eigen land geen kans hebt doet het anders. Ik denk uh, dat dat op twee manieren een impact heeft gehad op het Engels voetbal. Um, omdat je bij één, als je speelt zit in een andere competities spelen, heb je een, je een soort van andere identiteit binnen. Dus een andere speelstijl. Want vooral, bij Engeland had je heel veel spelers met hetzelfde type profiel: en Andy Carroll, John Carew. Groot sterk uh, en stevig. Nu heb je spelers zoals Sancho die dan naar het buitenland gaan. Maar ook wat je ziet bij de doorstroming van Engelse spelers, zie je ook meer flair spelers. En Dat is nu het uh, type spelers dat ze in Engeland zoeken, naar waar ze profileren. Daarvoor was het meer, je moet fysiek sterk zijn, je moet snelheid hebben, je moet kracht hebben. En nu zoeken ze ook wel naar die spelers die technisch iets meer brengen. Dat is ook hoe dat voetbal evolueert. Dus ik denk dat op twee vlakken, um, want dat technisch voetbal komt meer van het, de zuiderse kanten van Europa. Dus Spanje en Portugal zijn meer de flair voetballers. En dan zie je die ook wel bij de jeugdopleidingen ook, dat je vroeger speels van het andere landen ziet. Dus ik denk dat dat een, een heel groot impact heeft gehad met spelers die van het naar Engeland komen, en die van Engeland naar het buitenland gaan. Ja. Maar nu vinden jullie dat terug in het Engeland dat we vandaag hebben zien spelen, die invloeden. En zijn jullie overtuigd dat dat genoeg is om nu al een toernooi te gaan winnen of in de toekomst? Want we hebben ze nu zien winnen 2-0 tegen Duitsland. Mm -hmm. Maar vonden jullie het een overtuigende overwinning? Ja. Zoals we altijd gezegd zeggen, dat was business. Nee, nee, dat was, dat was voor mij was overtuigend. Ja. Ja? En waarom? Deze was de eerste wissel dat je zegt van Engeland was wel dominant uh, Ook het opbouwen was veel beter dan de voor. En uh, we hebben heel veel, uh, of ik heb heel veel negatieve reacties gehad op uh, de, het duo Calvin Phillips en Declan, Declan Rice. Maar in deze wedstrijd zie je wel waarvoor ze heel nuttig zijn: het spel opbreken en dan zo snel mogelijk het spel opstarten. Alleen mis je wel te veel nog spelers in die tussenzones, omdat Kane heel hoog uh, aan staan was in deze wedstrijd. En dan heb je ook met Sterling en Saka. En dan mis je eigenlijk iemand op dat middenveld die het spel met je kan linken. Maar ik denk wel deze deze dat mij toch wel heeft overtuigd dat Engeland toch wel. Als het moet, al ja, dit was een belangrijke wedstrijd, dat ze toch wel een beetje niveau hebben gebracht. Ja. Tom, word jij overtuigd van dit Engeland? Ja, ik vind wel dat ze beter en beter worden. Ik vond uh, ja, vaak ze hebben altijd goede spelers, maar het komt mm -hmm. er soms niet echt uit. En ik vind dat, dat het precies lijkt alsof het er meer en meer uit begint te komen. Ik denk dat ze toch wel uh, mede favoriet zijn aan het als je zoals ziet spelen. Het geloof begint te groeien, denk ik. Ja, ja. Dat, dat gevoel. En ook uh, als team zijn ze precies aan het groeien. Ja. Het nee, ik, vond dat, ik vond dat echt, eerlijk gezegd. De, de, de groepsfase, de poolfase vond ik zo wat... Hm? Maar ik vond deze business, ik zeg business puur, waarom? Omdat het echt was van. Wij doen wat we moeten doen en het extraatje was er. Snap je heb Mijn overtuiging is toch niet, dat is, dat is er nog niet, omdat ik zoiets heb van. Nog steeds hebben jullie zo de. Ik heb zo de mankement van. Ja, full potential is er nog, dat is nog niet gebruikt. Misschien ligt dat gewoon aan mij ofzo, of zo. Snap je wat ik bedoel? Maar ben, ik... kijk even, Engeland heeft ook nog altijd geen goal googels. Dat is wat ik wou zeggen net. sorry? Dat hebben nog kreeg. steeds geen goal geslaagd. Ja, dat is wat ik net wil zeggen. Um, ze doen wat ze moeten. Engeland doen. heeft me overtuigd niet op het aanvallende vlak, want ze hebben niet superveel kansen gecreëerd, mm -hmm. maar ze hebben wel laten zien van, oké, okay, we kunnen deze wedstrijden op, de op de bepaalde momenten controleren. Dus het heeft wel hun kansen gehad, maar echt onder dreiging de hele wedstrijd waren ze eigenlijk niet. Dus op dat vlak uh, ben ik heel tevreden met Engeland, van ja, oké, okay, ze hebben deze wedstrijd echt wel controleerd en niet... De domme, eens de domme paas weggegeven gegeven en al die dingen. De kleine mankementjes dat je ziet bij landen die dan net die stap niet hebben kunnen maken. Dus op dat vlak ben ik heel uh, ja. tevreden over Engeland. Nou, misschien is ook een vraag voor jou. Want je wordt een aanvallende speler, maar gelooft je de zin van verdedigingen winnen toernooien? Ja, ergens wel. Maar ik geloof ook in dat bepaalde spelers toch ook het verschil maken. Okay. Dat, ja, dat, en daar hou ik ook van. Hè. Ik bedoel. Je wilt die spelers die net die beslissende paas kunnen geven of die actie kunnen maken. En ik vind het ook heel belangrijk, een goede keeper. Ook, ook, ook heel belangrijk. Dat okay. ziet je bij België ook. Hè. Ja. Die, die kan ook uh, belangrijk zijn om een toernooi te winnen. Zeker. Dus Want, ik denk dat mijn vraag is dan: Italië heeft één goal geslikt sinds het begin van het toernooi. Engeland heeft er nul geslikt. Maar zijn we overtuigd van Engeland hun keeper? En zijn we overtuigd van Italië hun aanvallende kwaliteiten? Ik denk dat. Engeland, Allee, Pickford is geen super slechte keeper. Hè. Dat is een goede keeper. Nee, zeker uh, shotstopping is al wel goed. Ik denk dat zijn het grootste probleem is uh, het uitvoetballen. En dat zeg je vandaag ook wel weer elke keer. Voordat die bal bij de verdedigers kwam en hij kreeg die bal terug, was het recht lang. Dus dat heeft misschien niet met vertrouwen te maken nee, van de vroeg Nee, ik denk dat hij gewoon die kwaliteit. Alleen ik denk dat hij ook weet: van ik heb die kwaliteit niet. Mm -hmm. um, de filosof filosofie van Southgate is wel dat ze willen uitvoetballen. Dat, he, daarom speelt hij ook met Harry, uh, met Harry Maguire en John Stones. En uh, ik denk daarom dus, Pickford is geen slechte keeper, een goede keeper, maar alleen uit voetbal die, heeft hij wel een paar Maar uh, om dan terug te gaan op je punt van ja, maken defensies uh, kampioenen, denk ik het wel, want anders ga je ook niet met 2-6 spelen in een, een back-3, wat een heel mooie keuze toch is geweest. En dat is hoe ik Engeland eigenlijk van het begin liever had gezien, op een paar spelers na dan terug. Maar spelen ze vandaag dan wel uit hun sterkte of denken ze, we spiegelen Duitsland? En dan lukt het wel. Dat is ook, als je kunt aanpassen, Denk je dat, dat... ze dit tegen een andere ploeg ook eens doen? Aanpassen is ook een sterkte. Als jij als ploeg je kunt aanpassen aan een tegenstander, is dat ook een sterkte. Niet altijd, maar dat is ook een sterkte. Denk je dan een ploeg dat zich altijd aanpast aan de tegenstander een toernooi kan winnen? Ja, ik, ik ben het wel mee eens. Af en toe aanpassen kan ook wel een sterkte zijn. Als je natuurlijk, je altijd aanpassen is, is iets anders. Je moet nou. wel ergens je eigen kracht hebben en van jezelf uitgaan. Maar Oh ja. Het zou in het moderne voetbal ook naïef zijn om, om nooit tactisch iets aan te passen, of niet naar de tegenstander te kijken, of niet een soort van uh, ja, dingen een beetje ja, is ook in ik, functie van een wedstrijd. Natuurlijk. Dat is ook wat ik aanhaal tijdens een wedstrijd van, hij past zich aan, maar als het moet, zou je ook wel terug weer gaan uh, omdraaien naar een iets aanvallende opstelling. Dus ik heb liever ook als coach dat je zegt van oké, okay, we spelen eerst voor die 0-0. en als we dan echt moeten gaan, of we staan één rechter, dan kan ik nog steeds switchen. Maar als je direct aanvallend begint. En je staat dan, zeg maar, het sportveld stond ook ineens 200 maal achter. Dan is dat heel moeilijk om dan nog die avande switch, die klik te gaan maken, wetende dat je dan nog meer ruimtes gaat moeten weggeven. En onder iets dat ik wil aanhalen was van, ik weet niet of dat de beslissing was van Southgate of van de spelers zelf, maar de basisopstelling was uh, Walker-Stones, uh, Walker-McGuire-Stones. De Stones stond eerst links centraal. Tijdens de wedstrijd na 20 minuten, hebben ze die switch gemaakt switch, met ja. Stone Centraal en Maguire naar links? Ik vond het ook raar, want Maguire staat meestal gewoon links. Bij Manchester, ja. Maar dat is een 2. In een 3 zou ik hem ook gewoon centraal zetten. Maar ik denk dat dat is omdat hij net iets meer comfortabeler is langs links, zoals je zegt, uh, dan Stones. En ook wat Maguire veel doet, wat hij ik haat, is hij gaat wel die, in die randjes inlopen. Wat Stones minder doet met Manchester City, gaat Maguire wel doen. Dus als hij 20 meter een boulevard ziet, gaat hij daarin lopen. Ja. En daar heeft dingetje minder gedaan. Uh, dus ja. Maar ik heb een piek op jullie ja. zijde van het aanpassen. Ik vind dat goed, dat is sowieso sterk te aanpassen. Maar is dat dan niet ook eenzelfde Guardiola-syndroom noemen? Dat je eigenlijk zoveel gaat aanpassen dat je jezelf zo hard, zo hard gaat verliezen. Als bijvoorbeeld de Champions League finale. Maar ik denk dat ik ik denk... Engeland in hun beste, sorry, in hun beste ja. formatie toch met wèven echter de... nee niet nee? daar, maar dat ze dan misschien te weinig kwaliteit hebben maar ik vind ook dat Guardiola eigenlijk niet aanpast aan de tegenstander maar altijd wilt verrassen. Ja. Hij wil verrassen ja. ja. ja, hij moet mm -hmm. speciaal doen hij moet niet aanpassen hij moet speciaal doen hij moet zo weer zo van ah ik ben die geniale coach ik ga dus klopt, klopt, gaat Gabriel gaat ja. bij ons op linksback zetten zo. dat is wel niet zo van oké okay, ja. dus ik vind ja, dat ja, dan nog iets anders te ver in. Ja. Guardiola gaat er soms misschien iets te ver in ja, sowieso. Ja, sowieso. Ja, maar maar. Ik, denk, ik denk wel dat Guardiola begint bij het aanpassen. En dat hij dan te ver gaat naar zijn aanpassen. Allee, zo denk ik er maar, altijd nog. Guardiola was altijd die coach geweest. En we zijn nu veel Guardiola bezig. Maar hij had een coach die normaal het vest hield aan zijn principes. En ik vind dat het de laatste jaren zo'n beetje. Als, weetje, zo van, ik denk dat Premier League een beetje naïef heeft gemaakt. Want ja, Conte is gekomen, heeft hem een beetje tactisch gepakt. Mm. Mourinho heeft hem dan een paar keer dit jaar tactisch gepakt. Dus ik denk dat hij denkt: dat hij ja, zo zo, hij moet een beetje. Well, ja, of je hebt gezegd: hij moet gaan verrassen, een beetje. Ja, maar ik denk dat, dat dingen ook is, in de Premier League zit je met zoveel verschillende coaches, mm -hmm. verschillende stijlen van verschillende landen. Verschillende ideeën. Ja, terwijl ik denk als je in Spanje of in Duitsland coacht, het voetbal is wel hetzelfde door hele, heel, heel de competitie. Je hebt dan een ploeg misschien als een Leipzig nu en een Dortmund die iets anders spelen. Mm -hmm. Maar dat zijn twee van de twintig, zeg maar. In Spanje weet je van oké, okay, iedereen speelt met de bal, de meesten gaan 4-3-3 spelen. Terwijl in Engeland is het 4-3-3, 4-5-1, 4-4-2, zo'n coach verdedigen. Die gaat, weet, ik denk dat dat misschien ook speelt op het feit dat hij niet comfortabel genoeg kan zeggen van ik heb één stijl die tegen iedereen gaat werken. Maar hij heeft dat eerst heeft hij seizoen ook gedaan toen hij met zijn backs ging die Inverted backstriker. In ja, Inverted ja en, en toen heeft hij gezegd van oké, okay, misschien moet ik toch soms eens on, ja, ja. andere dingen doen in de Premier League. Want hij heeft ook een tijdje met drie van echter gespeeld. En hm. was ook on Guardiola waardig, maar... Uiteindelijk, ja. Okay. Fogg, Guardiola. <laughs> <laughs> ik wil even teruggaan naar. We hebben het net gehad over jonge spelers en het vertrek naar het buitenland en zo. En ook wat ervaringen. Maar ik denk, um, je hebt meegedaan aan het EK 21, was dat toen? Ja. ja en klopt. de Olympische Spelen. Um, hoe was dat als ervaring als jonge gast? Ik denk dat we daar aan Faris ook hebben gevraagd, die, die zat daar ook bij. Ja, klopt. klopt. Hoe, hoe was dat als jonge gast om naar eigenlijk je eerste groot toernooi te gaan? En Olympische Spelen is dan eigenlijk het grootste sportevenement op de wereld. Hoe was dat? hoe heb je daar allemaal gezien? Hoe heb je meegemaakt? Ja, Olympische Spelen is, is, is top, dat is echt een prachtige ervaring. EK was goed, hebben wij ook. Uh... Best goede prestaties gedaan ja. en dat was een beetje zo de opkomst van de, de generatie een beetje die nu rode duivels zijn mm -hmm. en uh, ja, Olympische Spelen is, is, is prachtig en ik vond ook wel mooi de, dat er ook andere sporters aanwezig waren ja. dus niet alleen de voetballers maar ook uh, ja, Michael Phelps was er ook die won heel veel medailles uh, de, de basketballers waren er ook uh, dat was wel echt prachtig in de Olympisch dorp en was ook in China aan de andere kant van de wereld dat is, en dat is wel echt uh, en ervaart je dat dan is dat niet raar dat je eigenlijk je komt om te voetballen, maar het is geen voetbaltoernooi? Ja, ja, dat is de... ja het of draait om je... veel meer, maar ja. dat vond ik juist mooi eraan. We, we, we zijn ook op een moment. Uh, toen Tia Hellebouw won er ook medaille, waren we ook in ja. het stadion en zo. Ik vond dat juist prachtig. Uh, maar het is, het, is iets, het is minder een voetbaltoernooi dan een EK of een WK. Ja. Dat sowieso. En dat is een vraag die ik al een paar keer heb gesteld aan de gasten. Um, van die generatie voetballers met wie dat je dan zat de de 21 en Olympische spelen wie was of is de beste voetballer van die ploeg en je mocht niet moest dat in zeggen want iedereen zegt moest dat in compagnie was dat de beste toen ja nu. Vince Prince ja toch wel hè ja hij, hij, hij kan alles Verdedigend top handenbal super leider ja top was hij op die jonge leeftijd al ik vond het van wel ja. Wist je al van oké, okay, dat wordt de kapie of dat? Ja, toch wel. Ja, hij was... Ik moet zeggen, ik was al bij Vincent vanaf onder 15 België of zo, denk ik. Oké, okay. Toen was hij wel uh, geen makkelijke jongen. Hij, ja. had, hij had een heel sterke mening en sommige mensen konden daar niet goed mee om, ik zal het ja. zo zeggen. Of dat aan hem lag, dat is dan weer iets heel anders. Ja. Hij is daar heel erg in gegroeid, maar dat hij een leider was en een fantastische speler, dat was voor mij wel direct duidelijk. Hè. Maar misschien was dat zijn kracht, die koppigheid op jonge leeftijd, als in verder getrokken en dat was zijn kracht denk ik maar alleen ja hoe gaan andere mensen daar dan mee om nee. maar werd daar vroeger ook niet anders naar gekeken naar jongens die op heel jonge leeftijd een, een uitgesproken mening hebben en al die dingen ik weet nog dat ze vroeger ook zeiden van compagnie toen dat hij naar hamburg ging van, ah die is moeilijk om mee te werken maar dan kijkt je naar zijn carrière en wie hij is geworden is het dan niet misschien meer gewoon een evolutie de mentaliteit van de mensen dat er is veranderd van ah, oké okay, jonge mensen mogen ook hun mening hebben en vroeger uitgesproken zijn en zo ja denk ik wel ik denk dat dat, ja voor mij is dat ook een verschil omdat ik, ik heb dan lang in Amsterdam gewoond waar de mentaliteit ook anders is hè. ja daar is iedereen daar uitgesproken. komen mensen veel sneller uit voor wat ze denken en voelen en in België was dat nog wel wat anders maar ja oké okay, dat heeft zeker dat, dat heeft zeker dat is een evolutie hè. Ja. en uh, ja dat was misschien zo uh, hij was misschien voor op, op, op zijn tijd wat dat betreft hè. Dat die, uh, want slechte bedoeling had hij volgens mij zeker niet. Hij ja. gewoon... Weet je wat we vaak vergeten? Wat Dat Company niet begonnen is als centraal verdediger, Spita, bro. Maar die speelde zelfs bij Hamburg heeft hij nog op middenveld gespeeld. ja is, denk centraal? Ik. Maar ja. is toch is hij spits? Dat weet ik, weet ik niet. Maar. Het ja, uh, dat, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar als profspeler heeft hij nog op middenveld gespeeld, ja. Ja. zelfs bij ja, City... Ja, soms middenveld, nog. verdediging in middenvelder heeft hij uh -huh. gespeeld. Ja, op de zes. Maar dat was Spita, denk ik, maar ik ben niet zeker. Ah, misschien op zijn twaalfde of zo, maar dat weet ik niet. Shout-out Harry Kane. we zullen dat is Google of dat Vincent Company een aanvaller was. Dat weet ik maar niet. Shout-out Harry Kane. Maar het is grappig dat je Vincent Company zegt, omdat dat, jullie hebben iets, eigenlijk dat jullie delen is spijtig genoeg blessure leed. Um, hoe zit je daarmee omgegaan, mentaal? Had je daar supportgroep voor, als in je familie? En, hoe? Ik bedoel... Laten we zeggen, de eerste keer dat je echt geblesseerd bent en dat je denkt van. Oh shit, die heb ik, daar heb ik nog niet meegemaakt. Wat speelt er een beetje? En, en hoe gaat de club daarmee om? Krijg je daar hulp bij of zo? Want we weten eigenlijk niet wat er achter de schermen gebeurt um, en hoe een speler daarmee omgaat. Wij weten gewoon van ah, die is een aantal weken of maanden uit. Um, kunt je daar een beetje over vertellen? Ja, dat is echt. Uh, dat is het moeilijke hè, aan voetbal, omdat je het soms niet volledig in de hand hebt. Je doet er dan wel alles aan, maar als je dan. Uh... Als je dan terugkomt is dat, is dat top. Als dat niet lukt is dat, is dat heel moeilijk en heel frustrerend. Omdat het is geen job zoals een andere, denk ik. Het is een, het is een passie, het is een meer. Ja. Ik zie een profvoetbal is ook een, een, een manier van leven. Je moet, je moet er altijd eigenlijk naar en voor leven. En, en je doet er alles aan. En je laat je familie achter. Dus op het moment dat je dan met blessures te maken krijgt, is dat mentaal wel heel moeilijk. Vooral als je ziet dat, dat, het, dat het misschien niet goed komt. Dan is dat wel... ja. wat, wat voor blessure heb je? Ja, een heup, lies, buikspier, terugkerend probleem, twee keer operatie gedaan en op een gegeven moment uh, niet gaan terugkomen. Nu, Andy, jij coacht, of het nu serieuze blessures of kleine blessures zijn, um, in je opleiding, leren jullie daarmee omgaan of leren jullie daarmee hoe dat je met jongeren daarmee zou moeten omgaan? Ja, er is eigenlijk zo'n heel traject ook voorzien, uh, puur op het feit dat je eigenlijk uh, hoe dat je moet omgaan met spelers die... Na quadure een kwetsure, toch willen doorgaan. Okay. Ik denk dat dat vooral de mentaliteit van vandaag is, bij, bij jongen, zowel mannelijk als, als vrouwelijke spelers, dat is zo echt zo van, al heb ik pijn, ik ga gewoon door, want ik wil spelen, terwijl je vroeger meer de voorzichtigheid had. Mm -hmm. En ja, wat wij eigenlijk gewoon zien is van, Vanaf dat je dat er iets aan de hand is, forceert hij even om weg te gaan. Of uh, allee, dat was ook zo het geval bij de match van, van België dat we aan het zien waren. Hè? Mm -hmm. toen, uh, toen de Bruin. Adem. Toen de Braan zijn blessure uit bijvoorbeeld, dat was toch niet voor de helft, niet ja. voor het woord-fluitsignaal. Dat zijn zo van die casussen die we dan krijgen van wat is de beste oplossing om te doen en zo. Ja. Maar ik denk dat dat, ja, dat begint meer en meer belangrijk te zijn. Ik denk dat we dat ook zien op dit EK. Hoeveel blessures zijn er niet? Ja, dat is niet normaal. Dus wel, zelfs dat er nu grote spelers zijn of jeugdspelers, denk dat, dat, dat dat overal hetzelfde een beetje is. Ik denk dat het nu erger is qua blessure. Oh ja, blessure gebeurt nu wel meer. Maar ja, ik hoor wel vaak dat spelers zeggen: van, ja, Ik heb voor de wedstrijd een shot gekregen om toch die wedstrijd door te spelen. Dus op dat vlak vind ik dat coaches tegenwoordig gewoon meer die beslissing moeten nemen: van, kijk, hij is niet fit, ik weet wie het allemaal winnen. Maar uiteindelijk is het de gezondheid van een speler dat op het spel staat. Dat is ingewikkeld, want ik denk dat de coach vertrouwt op de medische staf. Als de medische staf zich Nee, zegt van... maar soms negeren ze die. Soms negeren ze die. Want ik denk niet dat een medische staf zal zeggen: Hij is nu al 90 minuten op een toernooi. Met zo, minder, met zo weinig uh, rust ertussen. Een medische staf te onder druk van een coach. Hè. Een coach wil zijn spelers hebben. En, en dat je... zie je wel vaak hoor in die topclubs. De, de coaches willen hun spelers fit. Hun beste spelers. En dan medische staf, die, die staan soms onder druk. En als je nee zegt, dan is het. Ja, en soms forceren ze wel die spelers. Ja. Dat ja. gebeurt wel. Dat gebeurt vaak. Ja. Zegt Tom, ik ga dat ineens zeggen. Het is een helmoment. Weet je waarom ik heb geheld? Want ik ben een standaard fan. En toen je naar standaard kwam, en je uitleenbeurt, ja. zeggen we waar allemaal in die extase van. Klaar. We gaan nu kaart zijn. En je hebt niet gespeeld. Oh joh, ik was, ik was boos. Dat is niet je schuld, snap je? Maar je hebt je was aan het halen. <laughs> ik was aan het halen, nee maar kijk, weet, het ding is van... Ik was boos, man, aan het halen. Ja, tuurlijk. <laughs> dat is jouw schuld, hè? <laughs> nee, nee maar, weet je, het ding is zo... Ik denk dat... Ja, ik, ik was echt zo al... snap je Juppelier Pro League en alle Belgische speeltjes voor de... de Overal. En dat was echt zo van... Eigenlijk zo'n topspeler, man. Sevilla, oké, okay, veel blessures. Maar bij ons komt hij weer stellen en van alles. En je denkt van... Bij Standaard gaat hij het maken en daarna gaat hij wel terug, maar dat is zo het jaar. En dan is hij zo... Hij heeft niet gespeeld. En Standaard was ook... Oké, okay, dat was een staf-up ploeg dat was, dat was goed. Maar dat is zo van... Waarom niet Tom de Mul En dat is zo de echte Tom de Mul hebben we dan zo niet meer gezien. Ja, nee, dat klopt. Dat was wel... Uh... Ja, dat was heel frustrerend. Omdat ik toen de voorbereiding met Sophia wel heb meegemaakt. Mm -hmm. Dat was eigenlijk oké. Okay. En daarna terug uh, hervallen. Dus dat was ja. wel uh... ja, echt... Uh... Ja, is heel frustrerend. Ja. Ja. Ik vind dat wel mentaal sterk. Hè? Ik ben ook aan het denken, Brian kan Bro niet begrijpen... Want hij volgt niks van Belgisch voetbal, ah, nooit ja, gevolgd, zo. hij kent niks. Dus <laughs> hij, weet, hij weet ook niet wie Tom de Mul is. Terwijl wij hebben dat EK min 21 gevolgd, mm -hmm. eruit tegen Nederland, was tegen Ryan Babel en Roy Drenthe en zo. Ja, ja. Wij weten... Weet, dat was, ik denk, was dat met Mirajas en zo? Ja, ja ik heb ja. dat in de spits. Voilà. Maar hij weet dat niet, dus hij denkt nu van... waar de fuck is hij Ja. ja, ja, ja. <laughs> We gaan ooit zo van die archieven samen. Ah, ja bro, gewoon YouTube. Nee, nee, Gewoon YouTube. Ik kan niet doen. bro. Ik ga van HD4K. Dus ik wil geen, geen sneeuw zien op mijn scherm. Nee, maar voordat we afronden, Tom. Ah, nu al. Ja bro. We hebben niet gesproken over Harry Kane. Dat zal voor morgen zijn. Ja, ja. Ken, uh, morgen, Morge, episode. morgen is er een episode. <laughs> nee, maar voordat we afronden, um, wil ik vragen wie de beste speler is. Tegen wie dat je hebt gespeeld in je carrière? Tja, Messi. Ah, hij heeft tegen Leo gespeeld. Ja, maar als was we spelen, mag je niet. Iemand anders. Xavi. <laughs> <we> <laughs> De... Niemand van Barça. Niemand van Barça, ja. Okay. Hij uh, denken. denk tegen gespeeld. tegengespeeld. Uh, um... Of zo'n linksback die u echt heeft. Een trauma bezorgd op de, heeft de Marcelo heeft wel een trauma bezorgd op de Olympische Spelen. Ja. <laughs> <laughs> en Panama, die moeten niet op zoek gelachen. Oh, sowieso opzoeken, man. Ja, ja, dat had ik niet, niet mogen zeggen. <laughs> is dat de guy, Marcelo? Marcelo, er... Marcelo was wel top ja. natuurlijk. Ja. Okay. Weet je wie heel goed was? was uh, op de Olympische Spelen, Hernanes ook, middenvelder. Dat is niet zo'n bekende speler. Um, was, oh, was wel François toen. Braziliaan, hè Hernanes? Ja, ja. In Italië ja. gespeeld. Ja, bij klopt. Inter speelt toch 10? En... Speel ja. Maar voor Inter zat hij bij. Santos of zo, Flamengo. Oh, nee, sure. nee, hij heeft twee clubs in Italië, denk ja, ik. Ja, een kleinere club. Ik denk ja. Ja, ja, klopt. Fiorentina, zo laat wel niet. Kinderen, Hernandez zeker opzoeken. Ja, Brian, Hernandez zeker nee, opzoeken. Nee, maar hij, hem ken ik nog. Ah, Hernanes kent je wel. Ja, gewoon vaag, ik, ik weet niet nu uiteraard maar zijn naam, dat, dat, doe ik, dat, dat, zoiets, dat doet beltjes rinkelen. Oké, okay, ik vind vanavond. Ik vind geen, geen panne, Vanavond. Ik <laughs> zit aan het opzoeken. <laughs> nee, maar oké, okay, dan gaan we hier bij afronden. Wacht, oh, is nog een vraag? Heb jij nog een vraag? Je hebt 10 seconden, echt waar. Ik heb geen tijd voor. 10 seconden? Ja, ik heb geen tijd vandaag. Oh. Ah, wie vindt het EK? Uh, België. Sowieso? Ah, bro, dat is een Was dat je vraag? Ja, ja, man, je verspilt dus... echt tijd vandaag. Hè? Bro, maar ik wil niet de obvious vragen stellen. Zeg. Ja, dat is goed. We gaan af. Speelt je een ploeg in het buitenland? Sorry? zei je, Ben je fan van een ploeg? In het buitenland of binnenland? Ja, ik ben, wel ik ben fan van Barça in principe. walla. Voilà. <laughs> ik voilà. je nu gekregen is een fans beum, man. <laughs> ik ben geen topnum van, by the way, maar dit is voor King Harry. Shout naar King Harry. Waar is Benzema? Lusou, thuis. Ik wil niks horen, Met niet diamen, niet bellen, niks. Wow. Besef dat King kan nu naar de finale gaan en gaat nog minder goals dan Benzema hebben. Hè? Sneerig. is maar even maar meer goals dan Giroud dan, dan, dan op, op, op toernooien en net ook niks, hè? Ja, maar dat is voor de episode van morgen. Ja, dus, ja, ja. Andy, ik <laughs> jullie bedanken voor vandaag. Brian, dank u. Tom, dank u om langs te komen. Naar de kijkers, abonneren, subscriben. Al die bullshit. Dat we de vorige keer ook hebben gezegd. King Harry. Uh, morgen is er geen episode. Maar we komen met iets anders, denk ik. Ik weet het eigenlijk niet. En anders, tot de volgende keer. Peace. <laughs>